wordt steeds leuker ook, die revalidatie, hoe gek het ook klinkt. Weet je, je kan steeds meer in duels, 1 tegen 1, een beetje afwerken. Nou, dat gaat niet altijd goed, maar het is wel leuk. Zeven maanden was het dinsdag voor Joël Veldman weer een mooi moment in het herstel van zijn kruisbandblessure. Voor het eerst stond hij weer bij Ajax op het trainingsveld. En zo is zijn lang verwachte rentree opnieuw een stap dichterbij. Ja, het voelt heerlijk. Als je alleen al aankomt en de jongens die trainen, denk je, ja, daar wil ik uiteindelijk ook staan. En dan, nu is het nog individueel, wat begrijpelijk is natuurlijk. Maar het voelde weer lekker, ja. Is het echt zo'n momentje weer in je herstel, zo'n momentje waar je naartoe leeft? Ja, en ik heb wel veel buiten op het veld heb ik getraind, maar ja, zoals jullie misschien wisten heb ik in Zeist meerendeels gedaan. En nu ben ik eindelijk weer op de club en nu is het 1 keer in de week en uiteindelijk zullen we dat uitbouwen naar meerdere keren. Maar dit is wel een leuke en heerlijke stap, ja. Ze waren blij volgens mij allemaal, hè? Niet iedereen is er natuurlijk vanwege Interlands, maar volgens mij de meeste waren blij je weer te zien. Ja, nee, zeker. Op een gegeven moment, volgens mij zei gisteren de trainer bij, nou, bij jullie natuurlijk. En toen kreeg ik wel van allerlei berichtjes ook van die jongens die natuurlijk nu bij Nationale Elftal zitten. Ja, dan denk je toch wel, ja, het gaat weer een beetje beginnen. Je komt toch weer tegen het 100% fitte aan, ja. Want dat Veldman nu terug is op de toekomst, betekent dat het einde van zijn revalidatie in zicht is. Het gaat gewoon goed op schema. Nogmaals, geen risico nemen, weet je. Als het goed is, is het goed natuurlijk. Maar daardoor moet je geen grotere stappen nemen die je eigenlijk zou moeten maken. Het gaat goed, nogmaals. Ik doe mijn ding, stabilisatie van de knie is goed, oefeningen, conditioneel valt er nog veel bij te spijken natuurlijk. Maar het is ook gewoon steeds meer oefeningen doen, een beetje tegen 1 tegen 1 met Deli onder andere dan nu. Het was mooi dat je toch een beetje de duelkracht krijgt, wat die knie ook aan moet kunnen natuurlijk. En uiteindelijk is het ook gewoon tussen je oren die duels durven aangaan. En dat heb ik nog helemaal niet hoor, ik durf nog niet te volle duels in, begrijpelijk ook, ik zit op 7 maanden nu. Daardoor, ja, probeer ik ook met andere jongens te trainen dat je toch een bepaald duelkracht weerstand hebt. Wat die knie aan moet kunnen. Dus dit soort trainingen zijn heerlijk, ja. Veldman gaf al eerder aan zijn definitieve rentree begin volgend jaar te willen maken. En dat is nog steeds het doel. Het plan is gewoon dat we elke week kijken hoeveel ik kan doen en waar ik dat ga doen. Nogmaals, ja, meer hier zal het de komende weken zijn, maar... Ja, wanneer ik uiteindelijk fit zal gaan, nogmaals, ja, ik hoop in januari, maar van week tot week gaan we kijken wat ik kan doen op het veld. De komende tijd zullen we Veldman dus steeds vaker bij Ajax op het trainingsveld aantreffen. De laatste fase van zijn herstel is in principe de leukste. De eerste week is gewoon KUT, zeg maar. Het is gewoon echt doorkomen. Je moet echt van die oefeningen doen met die 2 kilo's aan je enkeltjes, van dat standaard oefeningen. Ja, dat is gewoon echt zuur. Dan moet je echt doorheen komen. En daarna ga je leukere dingen doen. Je kan meer squatten, je kan op het veld al dingetjes doen, weet je wel. En, ja, dat maakt het alleen maar makkelijker. En ik sprak Klaas-Jan net ook even in de gym en die zei ook, ja, zit je op 7 maanden, gaat snel hè. Als je achterop bekijkt, dan gaat het ook echt snel, ja. Dus toch een stapje dichter bij die minuten in de arena, zeker, ja. Kan je nog wachten totdat het weer zover is? Ik moet wel en ja hoor, natuurlijk. En wat ik zeg, het wordt steeds leuker ook, die revalidatie, hoe gek het ook klinkt. Weet je, je kan steeds meer in duels, 1 tegen 1, een beetje afwerken. Nou, dat gaat niet altijd goed, maar het is wel leuk. En daardoor maakt het wel makkelijker om uiteindelijk naar januari te werken, ja.